Het chorezong The Trumpets Chant. Nou, dat uh, heb je zeker in marketing, want daar word je de hele dag doodgegooid met uh, commercials, met dingen die je moet kopen, die je niet kunt missen, die je per se nodig hebt. En uh, ja, wat is nou eigenlijk. Wat is nou eigenlijk marketing? Ik vraag het aan jou, Jan Benedikt Steenkamp. Je bent professor, dokter, ingenieur. Je doseert aan universiteiten. Je hebt een aantal wetenschappelijke publicaties... het licht laten zien. Je hebt ook aan dit boek meegewerkt... Geleerd mm -hmm. Geloven. Daarmee verraad je al een beetje in welke hoek je zit. Maar als allereerste, wat is nou marketing? Marketing is het venster van de onderneming op de maatschappij. En marketing heeft als doel... Om het productaanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van de consument. Als jij nu kijkt naar wat we op televisie voorgeschoteld krijgen aan marketing, aan marketingmethode, aan verleiding. Zeg je dit is eerlijke marketing of dit is bedrieglijke marketing? Sommige dingen zijn bedriegelijke marketing. In sommige gevallen worden leugens verkocht. En uh, dat is zeker niet wat wij doseren op de universiteit. Het is een van de grote misvattingen dat, dat mensen denken dat de gewone consument heel makkelijk te misleiden is en eigenlijk, eigenlijk naïef is. Misschien de eerste keer dat je een product koopt, maar daarna echt niet meer. Dat soort type marketing is heel snel uh, ineffectief. Ja. Bestaat er zoiets als christelijke marketing? Het interessante is dat uh, de belangrijkste marketingprincipes wij absoluut kunnen zien in het Nieuwe Testament. Hoezo dan? Nou, bijvoorbeeld marktsegmentatie, waarbij je eigenlijk de, de klanten in verschillende groepen ontwikkelt... en dan als het ware ja, naar die verschillende groepen verschillende benaderingen hebt. Kijk maar bijvoorbeeld naar Petrus was de apostel voor de Joden, Paulus was de apostel voor de heidenen. Als we kijken wat Paulus schrijft in de brief naar de Romeinen... He, meer rationeel. Versus bijvoorbeeld naar uh, Klein-Azië wat meer emotioneel is, heeft heel sterk te maken met de type claims die resoneren met die groepen. Dat wil niet zeggen dat Paulus in de ene geval niet, niet waarheid spreekt, maar hij benadrukt verschillende zaken. Ik kan nog een hele hoop. Of andere voorbeelden geven. Als we kijken waar ging Paulus, waar gingen zijn tochten naartoe, waar verbleef hij? Dat was in de steden en niet op het platteland. En iedereen weet dat in de steden in die tijd de meer mensen open waren voor de boodschap voor het Christendom dan op het platteland. Heel veel marketingprincipes zie je daar. Dus christelijke marketing is heel goed mogelijk. Dat wil niet zeggen dat alle marketing christelijk is. Nee. Even terug naar jou. Over uh, je bent geboren in een uh, oprecht katholiek gezin. Ja. Jouw vader, Paul Steenkamp, is een uh, bekende naam in de politiek, de oprichter van. Van CDA. Dus je komt uit een uh, notoire uh, familie. Je had moeite met je geloof. Ja, ik ben inderdaad heel sterk opge opgevoed binnen de leer van de katholieke kerk. Maar ik vond zelf weinig. In de, de, in de mis zelf. Je bent wel gelovig geworden. Ja. Geleerd gelovig, hè, zoals in dit uh, boek staat. Wat is dat, geleerd gelovig? Je bent toch gewoon gelovig? Uh, waar het werkelijk om gaat, is of je gelovig bent of ja. niet. Maar uh, de bedoeling van dit boek was om aan mensen te laten zien dat je een oogleraar kan zijn. Dat je, dus als het ware, echt serieus en zwaar met de wetenschap bezig kan zijn. En ook ondertussen gelovig. Kan ja. zijn. Omdat namelijk, met name sinds ja, de verlichting. Eh, is er een zekere kloof tussen het christendom en. en laten zeggen, de wetenschap ontstaan. Ik zeg niet dat dat de bedoeling was, maar zo is het uiteindelijk wel steeds meer gekomen. En de bedoeling van het boek is om te laten zien dat je eigenlijk zowel heel gelovig kan zijn. als heel succesvol wetenschappelijk. Ja. En wat ben je beiden? Um, ik vind het persoonlijk uh, te sterk. Laat God mijn geloof uh, beoordelen, maar ik hoop dat ik nou ben. je je ja. bent enorm succesvol want je wordt heel veel geciteerd als wetenschapper op jouw vakgebied eh, marketing eh, dus dan denk ik ja als je zo succesvol bent als je de hele wereld rondreist op Harvard spreekt op vooraanstaande universiteiten geciteerd wordt wereldwijd dan eh, heb je dan God wel nodig nou ik denk dat ik voor mijn marketing wetenschappelijke publicaties Jij ja, God niet nodig heb gehad. Simpelweg, ik heb een hele lange tijd ...was het geloof eigenlijk afwezig en ik heb veel gepubliceerd. Dus daaruit blijkt duidelijk dat ik dat niet nodig zou hebben. En andere wetenschappers zijn niet gelovigen en zijn ook succesvol. Ik denk dat ik God niet nodig heb om publicaties te schrijven, maar ik heb God wel nodig om de, het, het, het carrière succes zijn terechte plaats te geven in plaats van het een afgod te maken. Carrière is voor jou geen afgod. Dat nee, feit... maar was het wel? Ja. Um, nou, uh, Christus zegt uh, uh, dat je dus niet God en de Mammon kan dienen. Mammon is vaak wordt geld, maar in wezen voor veel mensen is, kan dat iets anders zijn. Ja. Voor mij was dat de carrière en um, het, het duurde een lange tijd, maar in het begin dacht ik: als ik één troppublicatie heb, dan ga ik gelukkig worden. En dan vijf, tien, twintig, dat is krankzinnig. Twintig. 30. Dus het was als het ware, je had een steeds sterkere shot nodig. Denk aan drugs of zo, niet dat ik daar veel ervaring mee heb, maar nog steeds. Om dezelfde kick te krijgen, dit was typisch wat een afgod is. Ja. En dat uh, carrière was voor mij de afgod. Ja. Je hebt ook God leren kennen en uh, die afgod een beetje afgezworen van carrière. Wanneer is de goddelijke bliksem bij jou ingeslagen? Um, 2006. Uh, ik denk dat het vaak voorkomt dat mensen, zeker misschien ook als ze succesvoller uh, zijn, dat die denken dat ze het zelf wel kunnen. En dat je een crisis nodig hebt om eigenlijk de beperkingen van je eigen kunnen te ervaren. En ik en, heb een diepe crisis gehad. En die crisis was je echtscheiding. Ja. Was mijn echtscheiding en het is duidelijk dat het gaat tegen de wil van God in en het gaat ook tegen de wil van de katholieke kerk in en ik kon mij geen leven als christen voorstellen buiten de katholieke kerk, dus in wezen ik bedoel ik had zowel God als de kerk als het ware heel diep nou, teleurgesteld dat is veel erger dan dat ik was er gescheiden van hen en dan werd, word je toch op jezelf teruggeworpen. Ja, waar heb je dan. Ontdekt dat het niet gaat om veroordeling zoals jij dat uh, ervoer, maar om, om geliefd zijn, om liefde? Um... Ik had het geluk dat uh, toen ik naar de Universiteit van North Carolina uh, ging, een paar maanden later, dat ik in contact kwam met een hoogleraar, en accountancy. Wij hadden een uh, lunch samen. Hij heeft me daar voor het eerst uitgelegd dat God is liefde in plaats van God is veroordeling. God is nog steeds rechtvaardig, maar God is voor alles. Is hij liefde? En het feit dat ik duidelijk had gezonderd, ik duidelijk tegen zijn uh, richtlijnen was ingegaan, betekent niet dat God mij voor altijd... Had verworpen en dat het feit dat God is liefde in plaats van God is veroordeling, was voor mij uiteindelijk iets heel nieuws. Ja. Vergeving is ook een uh, van de zaken waar het om draait in het christendom. Ja. Kun je makkelijk vergeven en anderen vergeven en jezelf vergeven? Ja. Het grootste probleem met vergeving is om te accepteren, heb ik ervaren tenminste, om te accepteren dat Christus mij werkelijk heeft vergeven dat is, je kunt zeggen dat is geweldig op het moment dat je het hoort, nee, om dat echt te accepteren, dat, dat Christus zoveel van mij houdt, dat hij mij vergeven, dat heeft mij veel tijd gekost maar, er is een ander punt dus ook om, om anderen te vergeven want ja, dat is ook heel duidelijk een boodschap, en met Gods hulp heb ik begrepen, en heb ik als het ware, dat gedaan om te zeggen, oké okay, Jij bent vergeven door God, zo moet jij ook anderen vergeven. Dat kost de moeite, maar het mooie is, Jan, en, en dat is Christus' wijsheid zoals altijd weer, uiteindelijk, jij wordt daardoor bevrijd. Jij word, ik word niet meer als het ware in wrak. Ik ben daardoor uiteindelijk bevrijd. En dat is, is onvoorstelbaar, de wijsheid van Christus. Door iemand anders te vergeven, word jij vrij. Weet je wat ik zo leuk vind? Dat je een hele vooraanstaande expert bent op het gebied van marketing. En tegelijkertijd kwetsbaar als het gaat om, om je geloof. Kijk, Christus zei: als je niet bent als kinderen, kun je het Koninkrijk eh, niet binnengaan. Ik denk op het moment dat of je een wetenschapper bent, of een succesvolle zakenman, of een politicus, en jij bent niet kwetsbaar, dan is het heel moeilijk. Om gelovig te zijn. Omdat uiteindelijk. Gelovig te zijn. Jij geeft jezelf over aan Christus. Ja. En dat is, dat is heel lastig. Ja. Ik bedoel, ik vond het ook niet makkelijk. Maar het is wel zo bijvoorbeeld. Niet zo lang geleden had ik een diner. met een paar collega's. die ik heel goed ken. Die wisten niet zoveel van mijn geloof af. En ik vertelde daar. als het ware mijn visie. En ik inderdaad werd ik wat. ja. toch wel redelijk voor belachelijk naïef gehouden. En um, misschien. Blijft er toch iets bij die mensen hangen dat ze zeggen, hé, hey. ja, die Jan Benedict. aan en de ene kant, als je kijkt naar zijn wetenschap, is hij toch niet echt een verslagen idioot? Is er misschien dan toch nog iets anders? Dan... Dat is misschien het zaadje en, en het is al, uiteindelijk is het wil. Niemand komt tot het geloof dan door de Heilige Geest. Ja. Voor jouw naam staat professor, dokter, ingenieur. Dat is een hele mond vol. <laughs> uh, ben je daar trots op? Ja, daar ben ik trots oh. op. Ik dacht, je zult wel zeggen, nee, daar ben ik heel nederig over. Maar je bent er trots op. Ja, maar er is, ook, er is ook helemaal niks in de Bijbel. Er is een verschil tussen gepaste trots en, en, en porgerig. Maar wat dat betekent is, kijk, in een wetenschappelijke context... betekent dat je een bepaalde hoeveelheid um, ja, prestaties hebt uh, verricht. En daar hoef je helemaal niet uh, negatief over te zijn. Als ik kijk naar de brief van de heilige Paulus... dan Slaat op een bepaalde manier de Heilige Paulus er soms op de borst. om aan anderen duidelijk te maken dat hij bepaalde recht van spreken heeft. Op het moment dat jij mij introduceert als een marketinggeleerde. en ik heb geen enkele titel, simpelweg gesproken in de academische wereld. dat gaat dus niet samen. Nee. Dat, is, dat, is het, dat, 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 dat werkt niet. Dus ja, ik ben trots op wat ik heb gedaan. zonder te denken dat ik daarmee meer ben dan andere mensen. Ja. In het boek uh, Geleerd en Gelovig uh, citeer je iets waarvan ik denk, hé, hey, dat is opvallend dat jij dat zegt. Uh, het is van Augustinus. En hij zegt, onrustig is het hart, totdat het rust vindt bij God. Hoe onrustig is dat hart wat daar klopt? Um, was onrustig. Is nog steeds, heeft relatief veel uh, energie. Maar het is nu heel rustig, dat wil zeggen, op het moment dat, dat dingen tegenzitten, dat... Uh, Carrière of andere dingen minder goed gaan. Uh, leuk is het nooit, hè? laten we reëel zijn. Maar ik weet dat er iets veel belangrijkers is. En dat geeft mij rust. En dat is gewoon de wetenschap te zeggen dat alles wat wij doen uiteindelijk is niks vergeleken met het offer wat Christus voor mij persoonlijk, voor ieder mens persoonlijk heeft gebracht. En dat is voor mij iets wat erg veel rust geeft. Mooi. Is God een uh, geweldige marketinggigant? Um, of is het niet netjes om het zo te formuleren? Ja, God, nee, God is eigenlijk een anti-marketeer. Uh, omdat namelijk, als je het christendom kijkt naar vanuit marketingprincipes, is het een hele slechte propositie. Twee dingen. Uh, ik, uh, vanuit marketing is het product, is beter te verkopen als het intuïtief makkelijk begrijpbaar is voor mensen. Nou, het christendom is dat niet. Uh, Christus, zowel God als mens. Christus, gestorven voor onze zonde als, als God-mens. Dat is heel moeilijk om te begrijpen. Er zijn heel veel andere problemen. De drie-ene God, dat, dat zijn allemaal hele moeilijke uh, ideeën. En, en Paulus schrijft er al in een van zijn brieven... van de joden en de, uh, en, en de heidenen Die lachen ons uit om, deze, om, om die wijze. Christus verrees uit de doden. Lastig. En het tweede aspect is... Vanuit marketingperspectief, het product wat aan de man wordt gebracht, daar staan merkmanagers managers achter. En die moeten echt in het product geloven. Dat, dat is een ander punt. Nou, als ik kijk naar de Evangelie uh, en, en later, uh, met alle respect, de Apostelen, um, die. Die begrepen Christus niet. Ze uh, verlieten hem uh, in, in, de, in Gethsemane toen het. Uh, de, de leider, de CEO, de, de voorzitter van de raad van bestuur. Uh, die verloochende hem die keer. Uh, dat zijn allemaal geen geweldige dingen. En toch is het christendom zo succesvol geworden. En dat is dus tegen alle marketingprincipes in. God is, is dus, heeft zijn product. Is, is zo goed dat het succesvol is geworden. terwijl het alle marketingprincipes. Uh, taart, en voor mij is dat iets heel erg moois. En voor mij ook. Mag ik je heel hartelijk danken en ik hoop dat deze uh, spreuk jou uh, aanspreekt? Hij is van uh, priester Henry Nauwer. Oké. Okay. Ik weet, uh, je komt niet zo heel veel in Nederland, je woont in Amerika, maar ik hoop dat hij in de koffer past. Ja, absoluut. Ik ben niet wat ik doe, ik ben niet wat ik heb, ik ben niet wat andere mensen over zeggen. Ik ben Gods verliefde kind. Heel mooi. Jan-Benedict, mag ik je heel hartelijk danken. En ik vond het uh, geweldig en inspirerend. Dank je wel. Hartelijk dank. No one can take it away from me. I don't have to worry, I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus share his love with the world. I can trust my friend Jesus share his love with the world liefde zit in kleine dingen. De lach van een kind, een helpende hand, oprechte aandacht of een vriendelijk gebaar. Daar geloven wij in. Hey. Love, love, love. Love, love, love. Iedereen is geliefd. Jij ook. Help Hour of Power Gods liefde door te geven. Wij zoeken 500 donateurs en dat doen we niet voor niks, want u heeft net een prachtig gesprek gehoord over de betekenis van het christendom. U heeft genoten van mooie muziek. U gaat zo meteen luisteren naar een toespraak van Bobby over vreugde in je arbeid. Allemaal dingen die je helpen opbouwen in je geloof. Nou, wat is het nou niet mooier om dat ook aan anderen, aan veel meer mensen te mogen doorgeven? En als Hour of Power willen we graag jonge mensen bereiken. Die kijken niet elke zondagmorgen televisie bijvoorbeeld, maar die kijken wel op ons nieuwe online platform. En dat is echt super mooi met allerlei korte. Toespraken of uh, samenvattingen van preken of interviews. En juist die jonge mensen willen we bereiken. En uh, helpt u ons erbij om uh, donateur te worden? Dat kan al vanaf 5 euro per maand. En ik hoop dat u vandaag zegt: Ik word donateur van Ower of Power. We sturen u graag het nieuwste boek toe van uh, Bobby Schuller en uh, maakt u ons blij vandaag.